In de vorige video hebben we kunnen zien dat Gods geest wil ons leiden. En wij mogen Gods geest de regie geven. En ik kon mooie getuigenissen vertellen die concreet laten zien dat dat ook echt gebeurt. Met hart en ziel. In deze video wil ik je graag iets vertellen over het feit dat Gods geest en Gods woord onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Die kun je niet los van elkaar zien. Als je Gods geest beter wil leren kennen, heb je Gods woord nodig. En als je Gods woord tot leven wil laten komen in je eigen leven, heb je Gods geest nodig. Want Gods geest brengt je woorden uit de Bijbel te binnen. En daarom zou mijn eerste vraag aan je zijn op dit moment: ken je Gods woord? De Engelsen zeggen dat zo mooi: do you know it by heart? Leeft Gods woord in je hart? Ik weet nog dat ik deze serie ging maken en een vriend van mij zei: je gaat het vast ook hebben over de kracht van Gods woord. Want als je aanbidding leidt en je vertelt wat of je bidt tussendoor, dan zitten daar heel vaak Bijbelteksten in verweven. Soms letterlijk, soms een beetje vrij vertaald. En ik was blij dat hij dat zei. Want Gods woord uitspreken, daar gaat enorm veel kracht van uit. En ik was ook blij dat hij dat zei, omdat het betekent dat Gods woord in zijn hart woont, want hij herkent het. Gods woord is krachtig en de Heilige Geest wil ons helpen om Bijbelteksten, woorden van God, weer in ons naar boven te halen, zodat we die kunnen uitbidden en uitzingen. Dan spreken we als het ware Gods woorden weer terug naar hem uit. Daar gaat zoveel kracht van uit. Er is geen enkele krachtbron zo sterk als het woord van God. Soms mogen we ook woorden uitspreken, niet alleen naar God toe, maar ook naar onszelf toe. We mogen Gods woord naar onszelf toe uitspreken. Weet je welke woorden ik soms naar mezelf toe uitspreek? Dat zijn de woorden uit Psalm 103. Prijs de Heer, mijn ziel. Prijs mijn hart, zijn heilige naam. Zing mijn ziel. Met hart en ziel mogen we God aanbidden. En soms is dat een keus. Soms mogen die woorden van God, aanbid mij alleen, opnieuw tegen onszelf zeggen. Kom op, maak die keus. God aanbidden is soms een keus die je moet maken. En in 2014 hadden wij als aanbiddingsleiders een visie over aanbidding op papier gezet. En een van de punten gaat daar ook over. En die wil ik graag aan je voorlezen. Misschien helpt je dat om ook die keus steeds weer te maken. Dat punt heet: aanbidding is eerlijk en tegelijk een keuze. We naderen tot God gewoon zoals we zijn, om God in aanbidding van hart tot hart te kunnen ontmoeten, is eerlijkheid essentieel. God kijkt naar het hart van een aanbidder. In de tegenwoordigheid, de nabijheid van God, mogen alle maskers af. We mogen eerlijk zijn en Gods heerlijkheid weerspiegelen. Het is dus belangrijk dat mensen zichzelf zijn en niet de druk voelen dat ze aan een of andere standaard moeten voldoen of in een of andere vorm mee moeten gaan. Nee, dat mag vrij zijn. Dat mag van jou uit oprecht zijn. Tegelijk is aanbidding, wat zichtbaar wordt in een leven van overgave, ook een keuze. Aanbidding is een waardevol offer dat we aan God mogen brengen. God verdient deze offers van aanbidding om wie hij is. En daarom is het goed om onszelf op te roepen tot aanbidding voor God, zelfs als we niks voelen. Als we ons er niet naar voelen, mogen we toch zeggen: zing mijn ziel. In de keuze om God te aanbidden, ligt ook de keuze om het dan van Gods geest te gaan verwachten. Dat God zelf in ons die aanbidding losmaakt als wij kiezen om God te aanbidden. Zo naderen wij God in de volle verwachting dat hij tot ons zal naderen. Zing mijn ziel, die oproep aan jezelf. We hebben het ook een keer als gemeente mogen beleven op een bijzondere manier. Ooit, ergens voor 2009, had een vriend van ons die naar de dienst kwam, en hij werkte ook voor Open Doors, had een soort blikken doosje meegenomen waar muziek in zat. Een doosje van ongeveer 20 bij 20 centimeter. En op dat doosje
kon je knopjes indrukken. Ongeveer 12 knopjes zaten erop en onder elk knopje was een liedje geprogrammeerd. Ingespeeld met de synthesizer. Het klonk eigenlijk nergens na, zo'n heel eenvoudig melodietje. Maar dit doosje werd gebruikt in die tijd bij onze broers en zussen in de ondergrondse kerk. De leidende kerk. Zij konden niet een hele band neerzetten. Nee, ze hadden dan zo'n doosje, die zetten ze in het midden van hun kleine samenkomst. Ze drukten een knopje in en ze gingen God aanbidden door voor hem te zingen. En een van die liederen was Tel uw zegeningen één voor één. Tel ze alle en vergeet er geen. En zo zie je Gods liefde dan door alles heen. En het raakte me zo dat juist dat lied op dit kleine doosje stond. En we hebben toen een soort microfoon zeg maar, op het doosje gezet, het knopje ingedrukt. En bij het blikken melodietje van dit kleine muziekdoosje hebben we als gemeente dit lied gezongen. We waren ons zo bewust dat wij in vrijheid God mogen aanbidden. We hebben alle mogelijkheden om het te doen. Laten we dat dan ook doen. En tegen onszelf zeggen, zing mijn ziel. Als ik even een sprong vooruit maak naar 2020, de lockdowns. Toen jij en ik op onszelf teruggeworpen werden, dan zou ik je willen vragen, heb je toen ook tegen jezelf gezegd, zing mijn ziel, om God te aanbidden, dat je die keuze bewust hebt gemaakt? In die tijd was een vriend van mij, Matthijs van de Kamp, weer in de Bijbel gedoken, zijn binnenkamer ingegaan. En door de Bijbel te bestuderen en erover na te denken, gaf Gods geest in hem een lied. En hij appte me daarover en we werkten samen aan de tekst van dat lied zonder te zien. Een lied wat ontstaan is in een moeilijke tijd. Wat ontstaan is alleen. Doordat Matthijs ervoor koos om in de Bijbel te gaan en te zeggen, zing mijn ziel. En samen mochten we eraan werken, ik vond het een groot voorrecht. En zo'n lied zou je nog weer eens kunnen luisteren. Hij is uitgebracht door de Stadskerk en gebruiken. Zodat ook jij en ik elke dag opnieuw zullen zeggen tegen onszelf de woorden van God. Zing mijn ziel, prijs zijn grote naam, hart van mij. Breng de Heer aanbidding en eer zijn naam.